Het is altijd 1:15, ja. Goedemorgen jongens, goedemiddag. Ergens eind oktober, de datum weet ik niet. We leven wel op vrijdag. Vandaag gaat het nog ons keuken goed, het is al 1:15. We hebben hier staan een Piaggio MP3. We weten allemaal, we hebben een beetje verstand van die MP3's. We weten ongeveer dingetjes en zo. Wat is er hiermee gebeurd? Het is gewoon een keurig net ding, hè. Hij stond stil, iemand reed achteruit en die motor een tikje geeft. Maar lichtjes aangekust. Kijk, dit is gebeurd, zie je dat? Wat houdt dit in? Als ik dit zie, dan weet ik dat het aan die subframe ligt. Dat voorframepje waar alles aan vast zit. Waar jouw ding aan vast zit, je radiateur, je rollock systeem. Ik pak er even eentje bij, laat je zien. Kijk, dus dit is kapot. Wat wij gaan doen, we gaan de hele boel loskoppelen en dan gaan we hem monteren. Dit is de nieuwe gaan we monteren. We gaan de radiateur overzetten. We gaan het hele systeem gaan we gewoon helemaal compleet overzetten. Dan kent hij weer rijden. Dit is wel een beetje klusje, maakt niet uit. Framebeugel gewoon aan de voorkant. Ik denk dat zo'n ding plus minus tussen 150 en 200 euro kost. Dit is wel een hele hoop werk aan. Dus wat we gaan doen is, we gaan de hele voorkant vanaf lopen en dan gaan we hem monteren. Dit voorleesje is opgescheurd, er zit ook een nieuw voorkapje op, die motor weer helemaal nieuw. Ik ken hem ook recht duigen of recht trekken, maar diegene eigenaar zegt waarom ook hem recht trekken of recht buigen. Hij zegt ik ben aangereden, dus diegene moet er maar voor bloeien. Nou gelijk, het is had een keurige motor en die is nou kapot en die moet gewoon netjes gemaakt worden, meer niet. Dus wat wij gaan doen daarvan, je gaat de voorkant losmaken en dan gaan we deze ding opbouwen. En daarna, misschien straks gaan we jullie erbij halen. Ga jullie even met meekijken hoe het eruit ziet aan de binnenkant, of niet? Is goed jongens, doe maar dicht. Ja.